Dank u wel, voorzitter. Nederland zal veel meer van het broeikasgas methaan uitstoten dan op basis van modellen door de overheid wordt beweerd. De PVV heeft altijd als enige partij de klimaatmodellen ter discussie gesteld. Zie hier ons gelijk. Want als modellen niet eens kunnen voorspellen hoeveel methaan wij dit jaar uitstoten, hoe kunnen ze dan voorspellen hoeveel de aarde in het jaar 2100 is opgewarmd? Voorzitter, iedereen die een beetje gezond verstand heeft, weet dat dit niet kan. Maar in deze zaal is dat net zoiets als in een moskee vol met IS-aanhangers beweren dat Allah niet bestaat. Als je kritische opmerkingen maakt over nut en noodzaak van klimaatbeleid, word je figuurlijk een kopje kleiner gemaakt. Dat geldt niet alleen voor politici, maar ook voor wetenschappers, journalisten en hoogleraren. Het is dan ook niet zo vreemd dat 90 hoogleraren eieren voor hun geld kiezen en pleiten voor behoud van hun eigen baan. Dat dit de Nederlandse burgers 200 miljard gaat kosten, is belachelijk, maar voor Links-Nederland geen enkel probleem. Voorzitter, we hebben allemaal kunnen lezen dat de klimaattekst voor het regeerakkoord al klaar zou liggen. Van de VVD tot aan GroenLinks vindt men het namelijk prima om de Nederlandse burger extra belastingen op te leggen. Van rekeningrijden tot aan hogere energiebelastingen en meer subsidies voor windmolens. Met als resultaat 0,00045 graden minder wereldwijde opwarming in het jaar 2100. Voorzitter, 0,00045 graden minder wereldwijde opwarming in het jaar 2100. En dit is volgens het model van de staatssecretaris, maar die kan er best 100.000ste graad naast zitten. Voorzitter, bovendien worden al die investeringen van Nederland om de opwarming tegen te gaan in één klap teniet gedaan, doordat er in de Verenigde Staten een nieuwe president zit die zijn eigen bevolking wel op de eerste plaats zet en geen miljarden wil verkwisten aan klimaatonzin. Het Parijsakkoord kan daarmee de prullenbak in. De staatssecretaris wil deze nieuwe realiteit blijkbaar nog steeds niet onder ogen zien en is voornemens om in de Verenigde Staten een zogenaamde verzetsconferentie te organiseren tegen het klimaatbeleid van president Trump, zoals we kunnen lezen in het NRC. Klopt dit, zo vraag ik de staatssecretaris, en heeft dit ook de goedkeuring van de rest van het kabinet? Voorzitter, de PVV vindt dit absurd en een belediging van de Amerikaanse president en zijn 60 miljoen kiezers. Ik roep deze staatssecretaris dan ook met klem op om geen zogenaamde verzetsconferentie in de VS te organiseren. Met haar klimaatbeleid heeft ze in Nederland al genoeg schade aangericht. En om daarbovenop nog een diplomatieke rail te creëren met een van onze belangrijkste handelspartners is helemaal onwenselijk. Als de staatssecretaris zo nodig campagne wil voeren tegen een democratisch gekozen staatshoofd, stel ik voor dat ze na haar aftreden bij de publieke omroep of Greenpeace gaat werken. Dank u wel. De heer Van Aalst, dank u wel. U stond er vandaag met een heldere boodschap. Ik ga u als eerste feliciteren en daarna mogen uw collega's